De Eagle has landed, of in het geval van Antwerpen, Raja is in de house. En dat zullen we geweten hebben in alle nieuwsuitzendingen op de radio en in alle kranten. Gespreksonderwerp nummer 1. De komst van de ninja verdoezelt bijna, maar niet helemaal, de mindere competitiestart van Antwerpen met ook tegen Charleroi niet toevallig Jean Buté in een opvallende rol. Nicholson, oh, wat een parade van Buté! Buté eerst top, maar daarna... En binnengetrapt en het is een geldige goal. Een beetje flop 1-1. Het is een start-stopcampagne voor Antwerpen met 4 op 12. En hij gaat er nog in op. Tot zover het betere werk van Youssef Maziz en Serijn. Gewogen en te licht bevonden is voorlopig het predicaat in Le Perret. Oostende is net iets beter met... Ambrose en Twin. Thierry Ambrose op het scorebord voor 2 miljoen overgekomen van Metz, uitgerekend de moederclub van Serijn. Voor de match was er trouwens nog een ingetogen moment ter nagedachtenis van de overleden Franck Berrier, 37 jaar, veel te jong. In elk geval, KVO op kop samen met Union zijn niet bepaald de ploegen die we bovenin hadden verwacht na 4 speeldagen. The coach wanted to see love in the team. There's still a lot of love in the team, man. There's just love in the team, nothing else. Everybody loves each other. Veel liefde in het Dudenpark waar Kortrijk vakkundig over de knie wordt gelegd. Undaf. Vind van Zijer en daar is de openingsgoal. Hoe slaag jij erin om zo verliefd te kijken naar Dennis? You understand? No. Why I look at you so that like I'm in love? Because I give him assist, that's why. On peut tous ramener des tactiques à 4, à 5, on peut dire de faire un pressing ou un bloc bas, on peut dire tout ce qu'on veut, mais après c'est la qualité aussi qui fait la différence. En het verschil maken deed hij zeker. En daar is de goal. Joshua Zirkzee, de killer van Cercle, ofwel de nieuwe, een matcha van Anderlecht. Serginho geeft een goede voorzet, gelukkig sta ik voor goal. Tweede doelpunt, een gelukje. Met een gelukje of niet, het zag er in elk geval spectaculair uit. Een beetje zoals die goal van Saito. Schitterend doelpunt van Koki Saito. We zitten in 1B. Jawel, ook daar is de competitie opnieuw begonnen. Ondanks de snelle 1-0 zouden de 3 punten niet in Lommel blijven. Maar wel met de bus richting Waasland-Beveren trekken. Verder doet favoriet Westerlo wat van hen verwacht wordt. Winnen 0-2 bij Virton. Maar de attractie in 1B, dat is natuurlijk Enzo Schifo op de bank bij Moes Kroen. Een garantie op succes is dat echter niet. En dan een goede tip voor Oud-Heveleer Leuven. Voortaan toch maar beter het Twitter-account van Eleven volgen. We hadden ze vooraf al gewaarschuwd voor het gevaar Ito. Geen ruimte geven om te trappen. En wat gebeurde er afgelopen weekend? Ito, snel gecombineerd! Wow, 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 ruimte krijgen en trappen tiki-taka bij Racing Genk. Ofwel van het kastje naar de muur en terug. En aan de Gaverbeek krijgt het begrip het licht uitdoen een volledig nieuwe betekenis. De tijdelijke stroompannen slaat in de benen en de hoofden van de thuisploeg. Lang, de ketelaren en co. doen de rest. Kijk eens aan, fantastische goal van Club Brugge. Een masterclass van Club in de 100ste wedstrijd van Philippe Clément.